What's up dames en heren, tof dat jullie kijken naar de hele gloednieuwe video van Zo is Zuidoost. Vandaag zit ik samen met twee prachtige heren hier zo en we gaan vandaag praten over Ramadan eigenlijk. Oké, Suleiman, hoe ervaar jij Ramadan? Nou, dit jaar heel makkelijk, omdat het natuurlijk koud weer is. Eerste dag van Ramadan, ik moest meteen werken. En ze zeiden, ja, de Ramadan is begonnen. Hè. Ze zeggen zo, ja, ik wil ook een dagje mee doen, het lijkt me echt zwaar. Maar ze komen met die vraag toch altijd, het is de standaard vragen. Soms collega's die vragen, de hele dag mag je niet eten en niet drinken. Het gaat niet alleen om niet te eten, snap je. Je moet ook weten wat je zegt. Je hele lichaam moet vaststaan gelijk. Wat je luistert, wat je ruikt, wat je ziet, wat je zegt. Dus het is niet alleen, het gaat niet om honger aan, snap je? Ja, je wilt eigenlijk dichter bij je God komen. Ja, dat is het gewoon. Dat is het, zeg maar, het einddoel daarvan ook, zeg maar. Dat je meer Koran gaat lezen, je gaat je meer verdiepen in geloof. Al die stress die ik in een jaar heb gekregen, en dat is best wel veel, dan probeer ik in Ramadan-tijd dat eigenlijk te resetten. En zo voelt het ook. Kijk, als je het Ramadan altijd komt, dan denk je, oh, daar gaan wij weer eigenlijk. Maar wanneer het net voorbij is, dan ga je het weer missen eigenlijk, snap je? Je versterkt je geestelijk. Alle die 11 mannen die hebben niet gevast, die ene man is krachtiger dan alle die mannen. Mamza, wat is er zo bijzonder aan de moskee Taiba? Ik denk dat elke mens, wanneer hij de intentie heeft om te gaan bidden in deze moskee, dat hij gewoon zich fijner voelt. Het is, iedereen is hier best wel sociaal. Er komen ook heel veel niet-moslims komen naar binnen. Ja, mag ik een rondleiding? Tuurlijk. Aan de achterkant van de moskee is er een stuk aangebouwd. Islamitisch educatiecentrum wordt het. Waar wij ook eigenlijk open voor willen gaan voor de buurt. Voor huiselijk begeleiding en al die andere dingen. Ik denk dat voor Zuidoost is deze moskee best wel speciaal. Oké, en wat is er bijzonder voor jou dan ook voor de moskee Taiba? Ja, je kan elke dag eten gewoon, zeg maar. ja. Maar dat klopt zeker, ja. Er is geen mooie plek in heel Amsterdam dan deze plek voor mij eigenlijk, snap je? Dat is mooi om te horen, maar jongens. Ik denk dat we nu zeg maar, bij het einde zijn. Jullie hebben een mooie antwoorden gegeven aan mij. Maar ik denk dat ook bij jullie zeg maar, ook gewoon veel antwoorden hebben gekregen. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie sowieso onder de reactie zeg maar, gewoon vragen stellen. En dan kunnen we ook gewoon daarop gewoon beantwoorden. En bij deze is het klaar eigenlijk. Yes, dank jullie wel.